En samen met u aanbidden, dan maakt u ons één. Misschien moeten we soms als christen maar gewoon onze monden gaan houden. En gewoon aanbidden. Want dan krijg je de eenheid. Want eenheid onder ons christenen is soms ver te zoeken. Ja toch? Of niet? Wij bombarderen elkaar met dogma's. Ja, maar dit heb je voor mijn pastor geleerd. Ja, maar we zullen gelijken op Jezus Christus. Nee. Niet op de pastor of wat dan ook. Jezus is de weg, niet de pastor. Ik ook niet. En mijn preken zijn niet helemaal volmaakt. Ik zeg het je eerlijk, ik heb tekortkomingen en gebreken. En zo hebben we allemaal wel wat. Maar God wil zijn glorie laten zien door jou heen. Kun je je voorstellen hoe veelwaardig je bent voor hem? Daar worden we stil van, hè? Ja, toch? En dit is het geval wanneer wij Jezus willen aanbidden. Dan zitten we niet op elkaar te vitten. Dan kijken we niet naar de tekortkomingen van de ander. We gaan Jezus aanbidden. Amen? Niet onze problemen om ons heen. Maar we gaan Jezus aanbidden. Als we met z'n allen de gezichten, de neus, ook al is het persen of lang of kort. Ja toch? Maar we gaan allemaal met dezelfde neus die kant op. Ja toch? Want vaak, maar dit moet iemand gaan. Of dit moet Ramudino, ik krijg het altijd te horen. Ja toch? Maar het maakt niet uit. Het gaat om Jezus Christus. De weg, de waarheid en het leven. Het is een mooie voorstukje waar ik wou verdelen over wat Richard heeft verteld. Het is gewoon, dit is de geest van God. Laat uw glorie zien. Misschien als je hier zit, misschien heb je ook nog het gevoel van, voel me een beetje. Je moet niet meer voelen, man. Je moet geloven. Want aan dat voelen hebben we al die eeuwen geleden al gevoeld. We moeten nu geloven. Ja, toch? En hij zegt, ook al is hij zo klein als een mosterdzaadje, dat geloof in jou. Maar dan kun je nog bergen verzetten ook nog. Wauw. Is dat een geweldige God? Amen. 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 De maand met de R. Goed. Jesaja 47. Nee hoor, 57. Er staat eigenlijk in Jesaja 57. Vers 13b. Maar wie op de Heere, wie op mij vertrouwt, zal het land bezitten en mijn heilige berg erven. Ik zal zeggen, herstel de weg, haal de rotsen en stenen weg, maak een goed begaanbare hoofdweg klaar voor de terugkomst van mijn volk uit gevangenschap. Jij bent gered, en waarvoor ben je gered? Hebben we daarbij stilgestaan? Ja toch, we zeggen, Jezus, mijn redder. Jezus, mijn bevrijder. Jezus, mijn zaligmaker. Wat heeft die bij jou bevrijd? Wat heeft hij bij jou verlost? Wat heeft hij zalig bij jou gemaakt? Hebben we daar eens bij stilgestaan? Maak een goed begaanbare hoofdweg klaar voor de terugkomst van mijn volk uit gevangenschap. En de terugkomst begint bij die ene schaap. Die verloren schaap dat je 99 achterlaat om voor die ene te gaan. Heb jij die bereidwilligheid? We zouden toch immers op Jezus gelijken. Jezus vertelt dit niet om populair te zijn. Jezus vertelt dit omdat dit noodzaak is. Jij bent de grootste getuige van de levende opgestaande Heer. Amen. En dit is wat hij wil dat jij doet. Hij zegt, maak die hoofdweg klaar. Want mijn volk in gevangenschap, die heeft de glorie van mij door jou heen gezien. Jij die zichzelf onwaardig acht. Jij die zichzelf nog met een rugzak vol verleden
de toekomst in wilt gaan. Rennen van God naar Her. Naar Amsterdam, naar Den Haag, naar Ammon, Maluku. Ja, precies, jouw schaamte, Maluku. Dat is het. Breng het naar God. Breng het naar God. En dan zegt hij hier, heel belangrijk. De hoge en doorluchtige die de eeuwigheid bewoont, de heilige zegt. Ik leef in de hoge en heilige plaats. Maar ook bij ieder die berouwvol en nederig is. Hij geeft ons twee sleutels. Die berouwvol en nederig is. Ik verfris de nederigen en geef nieuwe moed aan mensen met een berouwvol hart. Amen. Amen. Dit is Gods glorie, man. Dat wil hij jou geven vandaag. En wij komen veel. Wat Harry vanmiddag nog zegt. Ik zie nieuwe gezichten. Maar weet je. Het maakt geen donder uit. Waar je zit. Ja toch. Daar op die plek waar jij denkt. Dat ik. Soms hoor ik. Ik werd vorige week gebeld door een barma Dilis Grija. Uit Assen. Hij zegt. Hey, die dienst. Dat kwam geen moeilijkers, man. Ik zeg. Wat wil jij invullen voor God? Jouw scenario? Ben je invullen voor God? Heer, u wil geschieden op mijn manier. Die moeilijkers moeten komen. Maar zo wil God niet. Ja toch? Die zwaard van God, die snijdt aan twee kanten. Die snijdt daar aan die moeilijkers. En die snijdt ook daar aan jezelf. Zoals mijn broer vertelt ook over zijn zoon. 27 jaar. Dezelfde voetsporen als van hem. Man. In een voorbereiding vroeg ik God, hé, wat is er nou eigenlijk met mijn volk? Weet je, er is een goede volk dat vaak de balk in eigen ogen niet ziet, maar wel de splinter in een andersmans oog. Dat is Maluku. Ik zeg het je eerlijk. Weet je, in de voorbereiding vroeg ik God, hé, wat is dit eigenlijk? Als ik zie, die jongens die zijn vanaf de 70 jaren bekeerd. En wij kwamen er ook alleen maar achterna. Wat is hier? Wat is hier aan de hand, Heer? God liet mij één bijzonder ding zien. Hij zegt, die broeders en zusters in de onafgehandelde zaken, waar de stenen en rotsblokken nog op de weg zitten van hen. Misschien heb jij nog stenen en rotsblokken nu op dit moment in jouw leven. Maar de Heer wil dat opruimen, zodat jij daadwerkelijk die voorbeeld mag zijn. Want elke moeilijker die onafgehandelde dingen met zich meeneemt, zijn de territoriale geesten uit het Rijk der Duisternis. Ik zeg het je nu, waar je bij staat, van welke kampong je ook komt, het zal me worst wezen. Maar Jezus houdt van jou. Amen. En het maakt niet uit waar je vandaan. Ik kom zelf uit Boei. Ja toch? Boei is mooi. Ja toch? Jezus maakt het mooi. Ik maak het niet mooi. Jezus maakt het mooi. Weet je, ik heb daar 2 jaar geleden ben ik geweest en ik heb afgehandeld met de territoriale geest. Ik ben daar, de moeilijker die gebruikt de gunung, de berg, de tanjung, de kaap. Dat gebruikt de elke moeilijker van welke kampong. En dat zijn die territoriale geesten die God mij openbaarde. En ik liep met een doek en er viel een baby uit. Ik dacht, hé, wat is dit? Die kleine is verwond, dacht ik. De Heer zegt, nee, ik ben de veiligheid voor dat kleine kind. Ik heb het opgetild en ik heb gekeken en ik dacht, wauw Heer. Dit is iets belangrijks wat wij mogen ervaren. Mocht je al eerder tot bekering zijn gekomen, bedenk goed. Als er nog stenen en rotsblokken op die begaanbare weg staan van jouzelf, van jouw gezin. We kunnen praten over een volk, maar het volk begint in jouw gezin. Die begint nergens anders dan daar waar jij als priester bent geroepen de verantwoordelijkheid te dragen. Amen. Wat een geweldige God. En ik ben God dankbaar dat dit daadwerkelijk tot een doorbraak mag komen. Maar weet je waarom? Weet je waarom ik dit vertel? Zelfs binnen in de kerk. Dan heb je precies dezelfde houding als de moeilijkers daar buiten. In de kerk is het precies hetzelfde.
En als je vraagt, zijn hier kerk? Als ik nu vraag, zijn de christenen in de stad, gaan er heel veel handen omhoog. Of niet? Ja toch? Zijn hier christenen in de zaal? Niemand durft zijn hand op te steken hier. Ja toch? Christenen betekent op Christus willen gelijken. Amen. Niet op mijn schaamte Maluku willen lijken. Bij God. Ik vertelde aan mijn broers en zusters. Ik heb in de diensten heb ik professoren meegemaakt. Ik ben ook een professor, maar zonder papieren. Goed. Ja toch? En toen zeiden ze, ja, maar die professor. Gaat dat steppen. Ik ook. Ja toch? Maar weet je, bij God klinkt straks voor jou exact hetzelfde. Well done, my servant. Amen. Ook al ben je professor, ook al ben je ingenieur of wat je ook mag zijn. Well done, my servant. Laat dit hard klinken door God in jouw oren. Ja toch, als er nog een brokstuk in je oor zit, dan willen we straks helpen om het eruit te halen. Maar dit is wat God wil. Dat wij een berouwvol en een nederig hart hebben. Zodat God kan tronen, zijn glorie kan betonen aan een ieder die er is. We kijken veel te vaak naar elkaar. We bekritiseren. De grootste bekritici is de christenen. Ja toch? En als het niet zit, dan zijn ze weer weg. Dan zijn ze ergens anders op zoek. Maar wij moeten de glorie van God laten zien. Open kanalen te willen zijn. Open hart. Zodat de liefde des Heren doorheen kan stromen. Zoals het woord zegt. Stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Amen. Maar vaak zie je nog stromen van stenen om elkaar dood te gooien. Komen van binnen. Onafgehandeld. Waarom niet? Ja toch? Soms... Wat is van het deel? Nee, dan beginnen we alweer. Maar God die vraagt ons. Laat uw glorie zien. En als wij samen u aanbidden. Dan maakt u ons één. Dan weten we nu. Onze gerichtheid is niet naar je medemens. Onze gerichtheid is eerst de verticale lijn. Naar boven. Naar de maker. Ja toch? En als wij aanbidden in die verticale lijn, dan komt dit vanzelf. Dit regelt God. Dat regelen wij niet. Want wij kunnen elkaar niet aanstaan. Ja toch? En vooral, ik wil het kan boemenen. Kijk hoe dat die boy is mooi. Daar kun je niks van terug zeggen, hè. Jullie hebben een andere kampong. Maar ik kan het wel zeggen, hoor. Ja. Ik verfris de nederigen en geef nieuwe moed aan mensen met een berouwvol hart. Is zijn touch, man, is van hem. Ik zal jullie vertellen wat dit mag zijn. Johannes 6, laten we openstaan Johannes 6. Als God zegt, als jij ervan overtuigd bent, bij mijn God is er geen toevalligheid. Ja toch? Ja toch? Johannes 6 vers 37. Dat is die ene schaap. Die ene schaap. Ja toch? En soms heb je nog op je hart die ene schaap. En God wil dat jij daar een gebedsstrijd van maakt. Die ene schaap. En waarom? Hij zegt dit. Een gelovig gebed vermag veel. Ja toch? Er wordt kracht aan verleend. Onderschat het niet. En er staat in Johannes 6 vers 37. Alle mensen die de Vader mij geeft, zullen naar mij toe komen. En als wij geloven dat elke knie zich zal buigen en elke tong zal belijden. Bid. Begin te bidden. De glorie van God willen zien. Bid. Dat we de glorie van God mogen zien door die ene schaap. Die komt door jouw gebed. En als iemand bij mij komt
zal ik hem nooit wegsturen. Ik ben niet uit de hemel gekomen om mijn eigen wil te doen, maar de wil van hem die mij gestuurd heeft. God wil niet dat ik een van deze mensen die hij aan mij gegeven heeft verlies, maar dat ik ze op de laatste dag uit de dood laat opstaan. Wow, heftig toch? Dit is wat God zegt. Amen. En in vers 65 staat het er weer. Daarom heb ik u gezegd dat niemand bij mij kan komen als de Vader hem niet zo ver brengt. Ben je toevallig hier? Ben je toevallig hier? Nee toch? Nee. Dit is zijn plan. Dit is zijn wil. En hij zegt vandaag tot jou, niet meer plan. Verstaan we Nederlands? Hij zegt, niet meer plan. Waar komen jullie vandaan? Daar op die plek, dan zegt de Heer, niet meer plan. Ik heb alles al voorbereid, puur voor jou. Daar waar jij bent, daar staan die schapen te wachten. Totdat jij beweegt. Zonder beweging, can you forget it, forget it. Ik kan ook Engels praten. Forget it! Ja toch? Ik vond het zo mooi. 2 jaar lang gingen we niet naar Ierland. Samen met Harje waren we ongeveer bijna 2 maanden geleden zijn we geweest. 2 jaar lang hebben we gewoon geïnvesteerd hier in Nederland. Dankjewel, vriend. We hebben geïnvesteerd hier in Nederland. Eet dat nog niet? En wij gingen naar Noord-Ierland. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, zo'n last heb ik nog nooit gevoeld dan toen ik naar Ierland ging. Wij zaten bij een vriend in een tweedehands winkel. En er zat een vriend van die man. En hij zegt, we praten over Lucas. Lucas was die jongen waar een pellet op zijn hoofd is gevallen, ongeveer 6-7 jaar geleden. Ze hadden hem opgegeven en hij begon te vertellen, het gaat slecht met Lucas, hij kan niet meer praten. Dus ja, dan wordt die last nog zwaarder. Op een gegeven moment zei ik, kom we gaan naar Lucas kijken. En wij in de auto gepakt, wij zijn naar Lucas gaan rijden. En wij zijn gaan kijken, Lucas lag nog in dezelfde kamer. En wij er naartoe. En wij zagen Lucas zitten. Hij zei, Lucas, you remember me? Yes! En toen dacht ik, hè? Lucas kan niet praten. Weet je, dit kan alleen maar God doen. En hij deed dit. Zo, ik brak je. Ik brak. Lucas, die zijn hem opgegeven. Maar mijn God zegt, geef niet op. We vechten voor hem. Wow, ik ben elke keer gegaan en ik zeg, Lucas, en ik dacht, Heer, wat is het? Het is gewoon een hoop vlees. Maar God doet die wonderen. Deze schaap, die is gered door God. Weet je? Zo kwamen we verder. Na 2 jaar lang. En weet je, een van die mooie dingen wat ik daar heb mogen leren. Ik hoorde Perro zingen, talent. Ja toch? Ik hoorde de groep zingen, talenten. Ja toch? We waren daar in Ierland, in huis. En de eerste dag dat we er kwamen, Donald gitaar, gewoon talent. Ja toch? En toen kwam de Timorese. Ja toch? Toen dacht ik, wauw, ik ben benieuwd wat dit wordt. Ja toch? De ene song in D, de andere song op G, de andere song op F, de andere op Gies, Vies. Maakt niet uit. Het kon zo vals klinken als het maar kon. Echt waar, vals! Ik zeg eerlijk, maar wat ging er gebeuren? De Heilige Geest daalde neer. Wow, ik dacht, heer, de Heilige Geest daalde gewoon neer. Weet je, en wij met onze, je moet goed spelen, maar niet voor ons en niet te snel. Weet je, God bepaalt me. Ik zag die jongens gewoon, die jongens die uit de jungle komen, daaruit die ellende. En zij zongen gewoon. En de God Geest daalde neer. Het is en blijft een hartzaak. Amen. Het is en blijft een hartzaak van God. Zijn glorie te betonen is een hartzaak. We kunnen niet naar buiten. Halleluja, amen.
Zoals we altijd hebben meegemaakt, halleluja, amen. Waar we leven net als de hond en de varken. Het wordt tijd dat we gewoon recht de voren gaan trekken. Ja toch? Voor jou persoonlijk. Doe jouw ding. Ik hoorde een cd van Arles Tita. En er begon een jongen te rappen. Doe je ding, doe je ding. Ik dacht, wauw, dat is het. Hé, doe je ding. God weet wat hij jou heeft gegeven. En hij zegt, doe je ding, man. Hé, joh, doe je ding. Dat is een en wij mogen die ding doen. Amen. Weet je, soms willen ze... Hé, hey, je moet die kant op. Je moet die kant mee, jongen. Hé, hey, God spreekt zelf tot jou, man. Hè? De Heilige Geest is de beste leraar dat het maar kan zijn. Ik wil niet zeggen dat wij elkaar niet nodig hebben. We hebben elkaar nodig. En dat hebben we mogen horen. Om de Heer te aanbidden. Zodat we één zijn. Amen. De één... Die wil niet dat de ander op die manier. Wij waren in Noord-Ierland. En wij zaten in de kerk waar wij altijd kwamen. De pastor was altijd on fire. Is een Spanjaard. Je kunt dat Spaanse lucht, Spaanse vlieg of hoe je dat. Ja, dat had ik vuur. Dan kwam een andere pastor. Pastor, hoe heet die pastor? Douglas. Dog. Yo, hoef. Dus op een gegeven moment die Timorezen. Hij zei, hé, je moet met de Timorezen praten, man. Als we aan binnen zitten, ze hier, ze moeten terug. Mijn antwoord is heel duidelijk, ze moeten hier weg. Ze moeten hier weg. Ze moeten uit die systeem. Out. Wij stoppen met systemen. Wij gaan hemelse principes aangaan. Dit moeten we aangaan. Stoppen met systemen. Zij moeten terug. Ga jij maar terug. Ja, toch? En wij kwamen daar bij hen thuis. Maar misschien klinken ze te vals voor hem. Dat hij zegt, ze moeten terug. Maar voor mij, het was welgevallig. Ondanks dat wij denken in een norm zoals wij hier gewend zijn. Heel songs of black gospel of Maluku Rohani. Hey man, laat die jongen zingen. Laat die jongen zingen. Ik hoop dat jullie ze een keertje mogen meemaken. Dat ze zo vals klinken, maar dat Gods geest nederdaalt. Weet je, dan sta je in huh? Ja toch? En dit is hoe God ons verbaasd heeft doen staan. In die 2 jaar tijd dat wij niet geweest zijn. En dan komen we daar. En dan zeggen ze, jullie zijn gek. Dat jullie elke keer weer een ticket betalen om bij ons te komen. Jullie zijn gek. En dan zegt mijn vrouw, toen ik thuis kwam, zegt ze een paar dagen later. Ja toch, jij zegt altijd, je dient een knotsgekke God. Ik zeg, amen. Ik dien een knotsgekke God, wat wij niet verwachten, doet hij. Amen? En wij gaan het doen. En wat ik zie daar onder de Timorezen. Weet je, hebben ze zoveel ellende. Voordat wij teruggingen, stierven er een paar. En wij gingen weg. We zijn niet meer naar Koekstam gegaan. En stierf onze beste vriend, Nico. Die stierf daar ook, tijdens het sporten. Maar dit is wat ik jou vandaag wil doorgeven. Ruim die stenen en die rotsblokken op. Daar, misschien bij je gezin. Wij zeggen heel gauw, de Heer geeft, de Heer neemt. Is dat zo? Is dat zo? Ik zeg het jou als christen, is dat zo? God heeft jou de autoriteit gegeven om naar de zieken te gaan en handen te leggen, op te leggen. Amen. Is dat zo? De meeste molekken, zeg ik jullie nu, van mijn generatie, die gaan kapot om niks. Ik zeg het eerlijk, en waarom? Die vervloekingen, die rotsblokken, die stenen, die liggen er nog steeds in. Maar hij heeft jou geroepen om de glorie van hem te laten zien. Amen. Ik vroeg heel simpel, onze broer die hier vaak ook kwam. Ik zei, broer, hallo. Ik las, je nicht is dood. Ja. Ik zeg, hoe is het met de moeder dan? De moeder is ook dood. Zelfde ziekte. Ik zei, oma, dat is zelfde ziekte. Ik zei, wat zelfde ziekte? Die rotsblok is nog nooit weggehaald, man. Amen. 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 En dit is, wij moeten terug. Berouwvol hart en nederig te zijn. Dan bereiken we ook die anderen die daarbuiten zijn. Want vaak denken we, ik heb het met, ik heb Jezus in mijn pocket. Daaraan, Guinea-Lijn. Ja toch? Maar zo gaat het niet.
Je stoot mensen af. Mensen moeten die omarming van jou ervaren. Zodat Gods glorie gezien mag worden. Het is puur een houding. We kunnen elkaar aanvallen daar in die Facebook. En voor alles en nog wat. Amen. Doe je ding. Ja toch? Doe je ding is het allerbeste wat je kunt doen. En als je dat doet, dan ervaar je de vrijheid. Zoals mijn broer dat zegt. Is freedom. Is vrijheid. Galaten 5. Jan Karlijn. Wacht even hoor, even zoeken hè. Galaten 5, vers 1. Christus heeft ons dus de vrijheid gegeven. Dat is pas echte vrijheid. Laat u die niet ontnemen door weer een slaaf van wetten te worden. Kom niet terug in die systemen. Kom niet terug in die systemen. Je bent vrij. Vers 13 zegt dit. Broeders en zusters. Hey, jij uit Meppel, uit Wierden, uit De Weijert, uit Hoogkerk, uit Tiel, uit Rotterdam. Waar vandaan? Drieten, Amersfoort. Dit zegt de Heer. Vers 13. Broeders en zusters, God heeft u niet de vrijheid gegeven om te misbruiken. En uw eigen zin te doen. Maar om elkaar te dienen in een geest van liefde. Amen. Amen. Dit is een hele simpele houding wat God ons geeft. Ik heb je de vrijheid gegeven niet om te misbruiken. Maar om elkaar te dienen in een geest van liefde. Vraag God openbaard. Ik vraag God openbaring over elke Molukse wijk. Soms sta ik ervan versteld hoe God openbaart. We hebben mogen samenwerken met wijken en God laat de territoriale geesten zien. En dit is van belang. Weet je, ik kom uit kamp Schattenberg, bekend als Westerbork. Van kijs af aan heb ik al die occulte zaken mogen ervaren. Van al die ooms toen destijds vanuit de Kneel dat ze hier zijn gekomen. Een volk in frustratie. Die weet niet meer waar de vijand is. Die gaat zichzelf eigenlijk kapot maken. En zo zijn onze ouders zichzelf bezig kapot te maken daar in die kampen. Vechtpartijen, partijschappen, alles gebeurde. Maar het heeft zijn oorsprong. Het heeft zijn oorsprong. De eerste koninkrijk van het Molukse volk. Dat was Nunusaku. En daar kwamen nog niet eens Nederlanders aan te pas. Er komen niet eens Portugezen aan te pas. Er komen niet eens Arabieren aan te pas. Wij met elkaar moeten het goed maken. Je mag al je voer blijven zijn, maar in Jezus Christus krijg je nooit de eenheid. Niet in Jezus, nooit eenheid. Als je je al je voer wilt behouden, is maar Jezus de weg, de waarheid en het leven. En dan pas krijgen we eenheid. Er zijn hier Nederlanders in de zaal, maar ik praat tot jou. Mijn volk, handel af. Haal die stenen en die rotsblokken weg. Het is jou gegeven. En soms zeggen we, ja Heer, mijn land is Ammon. Dan zou ik zeggen, koop een ticket terug. Klinkt hard hè? Klinkt hard toch? Koop een ticket terug. Maar de Heer zegt dit, hier, ik heb je hier geplaatst om mijn glorie te betonen. Amen? Amen? Om zijn glorie te betonen. Nederland is Heer. Geweldig toch? Soms willen we nog steeds. Heer, u wil geschieden op mijn manier. Maluku Heer. De Heer zegt Heer. En hier is alle herstel mogelijk wanneer wij luisteren naar God. Om daadwerkelijk voor de vrede te gaan. Verzoening. Jezus is de verzoener. Opdat wij terug kunnen gaan naar de Vader.
Jezus de verzoener. Jezus de weg, omdat jij die weg gaat bewandelen. We hebben allemaal in de wereld geleefd, maar wij konden terug om op die weg dat Jezus heet te bewandelen. Jezus is de waarheid. Zijn waarheid maakt je vrij. Werkelijk waar vrij. Zijn waarheid. Opdat jij gaat leven, want Jezus is het leven, tot eer en glorie van zijn naam. Amen. Laten we gaan staan. Team.